Karsten Kroon was volgens eigen zeggen jarenlang wereldkampioen grenzen verleggen. Leerde in zijn jeugd zijn eigen pad kiezen. Maar waar ging dat zelfgekozen pad eigenlijk naartoe? Luister naar de sportmonoloog van Karsten Kroon. Welkom en bedankt voor het applaus. Dit is het tenue van mijn laatste wielerploeg, de enige die ik nog in de kast had liggen. Nu denken jullie waarschijnlijk dat ik een verhaal ga vertellen over mijn wielercarrière. En dat hopen jullie misschien, maar dat kunnen jullie wel vinden op Wikipedia. Ik wil jullie proberen uit te leggen waarom ik heb gedaan in mijn leven wat ik heb gedaan. Waarom ik de keuzes heb gemaakt in mijn leven die ik heb gemaakt. Waarom ik überhaupt wielrenner ben geworden. Ik wil jullie proberen een kijkje te geven in de ziel van de topsporter. Ik ben geboren in Dalen, een heel klein dorpje in Zuidoost-Drenthe. Mijn ouders zijn er in de jaren 70 naartoe verhuisd op zoek naar ruimte en rust. En die hebben ze daar wel gevonden in Dalen. Mijn ouders waren hippies. Dan moet ik eerlijk toegeven dat ik tot op heden van de vrije seks en de drugs geen bewijs heb kunnen vinden. Maar mijn ouders die waren anders, dat is wel duidelijk. En omdat mijn ouders anders waren, was ik anders en was mijn zus Hubertie anders. We hadden thuis geen auto en we deden alles met de fiets. We gingen ook met de fiets op vakantie. En als we niet met de fiets konden, gingen we met de trein. Mijn ouders die verbouwden hun eigen voedsel. Mijn moeder die maakte kleding. We hadden een boerderij met geiten. En mijn ouders die maakten geitenkaas. En als een geit niet genoeg melk meer gaf, dan werd ze naar de slager gebracht. Op de fiets. En dan ging natuurlijk niet die geit achter op de bagagedrager. Dat gaat natuurlijk niet. Hoewel ik denk, ik zie mijn vader toen in staat dat hij het wel een keer geprobeerd heeft. Nee, mijn vader had een karretje achter de fiets. Daar ging de geit in, werd met een touwtje vastgebonden en zo ging het door het dorp naar de slager. De geit die werd geslacht, in stukken gehakt, die werd in de vriezer gegooid en daar aten we een jaar van. Ik kan me een dieet herinneren van geitenvlees, aardappels en tuinbonen. Het is een understatement om te zeggen dat als je in een klein dorpje als Dalen woont, zo'n kleine boerengemeenschap, en als je zo in het leven staat als gezin, dat je er niet bij hoort. In Dalen werd gefluisterd. Die lui van Kroon, er loopt een geit door de huiskamer. Nou, dat is inderdaad al eens gebeurd, dat de geiten door de huiskamer liepen, maar normaal liepen die beesten gewoon lekker in de stal. Maar het was al duidelijk dat we anders waren. En het kwam bijvoorbeeld voor dat als een vriendje bij me wilde spelen, dat het van die ouders niet mocht, omdat wij raar waren. Nu kan ik er wel om lachen, maar als kind begreep ik het niet. Het zorgde voor onrust in mijn hoofd. En er kwam er eens bij dat ik een ontzettend druk kind was. Ik kon onmogelijk stilzitten, niet eens om te eten. Dus het eten zat op tafel, ik ging zitten, ik nam een hap, ik stond op. Liep wat rond, mijn mond leeg was, ging weer zitten, nam weer een hap. Intuïtief begreep ik dat ik moest bewegen, anders werkte mijn hoofd niet. En ik heb mijn hele leven lang ontzettend veel gesport. Ik heb tennis gedaan, handbal, atletiek, zwemmen, turnen. En ik heb er ook nog wel wat aan overgehouden. Ik kan bijvoorbeeld nog steeds ontzettend goede handstand. En dat kan ik ook als ik redelijk wat gedronken heb. Dus heb ik al heel wat succes mee gehad in de kroeg ook. En je hoort het zeker, je hoort het, dat vrouwen die vinden het op een of andere manier ontzettend interessant als een man handstand kan doen. Dus mannen, oefenen. Ik voelde me als kind boos en gefrustreerd. Op school hoorde ik er niet bij en werd ik gepest. En ook thuis was het moeizaam. Zeker mijn relatie met mijn vader was moeilijk. Mijn vader was leraar Engels en die was druk met van alles. Hij was druk met de boerderij, met de geiten, hij gaf toneelles. Hij zat op een koor, Drents Kamerkoor. Donderdagavond was de vaste avond, dan was er koorrepetitie.
En dat was voor mijn moeder en voor mijn zus en mij, was onze vrije avond. Zo noemden we dat ook. En dat mijn moeder, die had cola en chips verstopt in de kast. Dat kwam tevoorschijn. En dan gingen we televisie kijken. Dat mocht normaal van mijn vader niet. Mijn vader die was eigenlijk niet. Was een soort van onzichtbaar. Hij bewoog als een schim door het huis heen. Ja, hij was er wel om me flikken te geven als ik iets verkeerd had gedaan. Complimenten werden niet gegeven. Ik kan me een moment herinneren uit mijn vroege kindertijd. Ik moet denk een jaar of 7 zijn geweest. Dat ik had besloten om weg te lopen van huis. Dan zouden mijn ouders zich wel realiseren hoeveel ze van me hielden. Ik had een rugzakje klaargemaakt met wat eten en drinken erin. Ik liep het huis uit. Ik stak het spoor over de oude koe voor de weg. Ik liep een paar honderd meter door. En ik liep rechts het maïsveld in. Het was hoog zomer. De maïs stond heel hoog. En ik ging op de grond zitten. En ik ging daar zitten wachten. En ik spitste mijn oren. Of ik iemand mijn naam hoorde roepen. Of dat ik misschien wel een politieauto hoorde of een helikopter. Dat was helemaal niks. En ik heb daar voor mijn gevoel urenlang gezeten. Op een gegeven moment had ik mijn eten opgegeten en mijn drinken opgedronken. En ik was er flauw van. En ik dacht, nou, dan ga ik weer naar huis. Dus ik stond op, liep het maïsveld uit. Liep weer over de oude koe voor de weg, terug naar huis, over het spoor. En toen ik thuis kwam, toen merkte ik dat niemand had gemerkt dat ik weg was geweest. 11 jaar later was ik een van de beste wielrenners van mijn leeftijd, van Nederland. Ik was inmiddels 18 jaar oud geworden. En ik had het succes grotendeels aan mezelf te danken. Mijn ouders waren hard voor me. En die vonden dat als ik iets wilde bereiken in het leven, dat ik er zelf voor moest vechten. Waar andere jongens met de auto naar de wedstrijden werden gereden. Vader pompte de banden op, moeder die smeerde de benen in met olie. En met het even kon was er nog een zusje die de boterhammen smeerde. Stond ik er vaak alleen voor. En het kwam voor dat ik op de fiets naar wedstrijden ging, met de trein. Of ik reed met andere ouders mee. Een van de belangrijkste wedstrijden van die leeftijdscategorie, de junioren, 17, 18 jaar, was de tweedaagse van het Heuvelland. En ik startte daar als een van de favorieten. Ik was enorm trots op wat ik had bereikt als wielrenner. Het gaf me een enorm gevoel van eigenwaarde. En ik genoot van het respect wat ik kreeg van mijn concurrenten, dat ze bang voor me waren. De laatste rit was door het Heuvelland en het regende, het was slecht weer. En ik voelde me fantastisch, ik had superbenen. En één voor één vielen mijn concurrenten weg. En in die finale demareerde ik. En er was een aankomst bergop. En dit keer waren mijn ouders wel komen kijken. Ik kom over de finish, met mijn arm in de lucht. En ik zie mijn ouders daar staan. En ik zie dat mijn vader zich omdraait. En hoofdschuddend wegloopt. Ik kon ook goed leren. In hetzelfde jaar ging ik technische natuurkunde studeren aan de universiteit in Groningen. Eindelijk weg uit Dalen. Dat was één groot avontuur, fantastisch. Maar het waren ook tropenjaren. Op kamers wonen betekent zelf wasjes draaien, eten koken, schoonmaken. Ik ging iedere dag naar college toe. Ik trainde iedere dag. Ik ging achter de vrouw aan. Ik wou het leven volledig in me opzuigen. Ik wou alles meemaken. Maar ik legde de lat ontzettend hoog. Ik moest slagen. Ik moest perfect zijn. En het ging een tijdje goed. Tot ik om mijn 21ste het gevoel had dat ik controle begon te verliezen. Ik sliep slecht, voelde me neerslachtig en kreeg last van een paniekaanvallen. Als iemand wel eens een paniekaanval heeft gehad, dan hoef je elkaar maar in de ogen te kijken en dan begrijp je elkaar. Als iemand het nooit heeft gehad, dan vraagt hij, ja maar Karsten, waar ben je bang voor dan? Ja, nergens, niks specifieks.
Maar als je een paniekaanval hebt, is echt het gevoel alsof de grond onder je voeten wegzakt. Een verschrikkelijk akelig gevoel. Ik bleef overigens wel gewoon functioneren. Ik bleef gewoon naar college gaan. Ik won mijn wedstrijden. Als ik 's avonds de stad in ging, dronk een biertje met mijn vrienden. Er was niks aan de hand. Maar ik voelde diep van binnen dat er iets niet klopte. Er knaagde iets. Maar ik was te trots om hier hulp voor te zoeken. Ik moest perfect zijn. Ik moest slagen. Eén keer heb ik al mijn moed bijeengeraapt. En heb ik hier geprobeerd met mijn moeder over te praten. Ik ben naar Dalen gegaan. Maar ze gaf niet thuis. Ze begreep me niet. Ook dit moest ik alleen doen. Ik heb hier pas onlangs met een psychiater over gesproken. En hij vertelde me dat ik toen heel jong dus al, mijn 21ste, een burn-out heb gehad. Op mijn 23ste kreeg ik een contact aangeboden van de beste wielerploeg op dat moment, Rabobank. Rabobank, dat was de ploeg van mijn heldenreden. Rolf Seurissen, Michael Bogert, Erik Dekker. Met de sport kon ik me onderscheiden van de massa, het maakte me bijzonder. Ik werd ook gewoon blij van het bewegen. Dan werkte mijn hoofd, dan voelde ik dat ik leefde. Ik hoefde er niet lang over na te denken. Ik stopte met mijn studie. Ik kon weer gestolen worden. En ik heb mijn ouders geloof ik niet eens gevraagd. Ik heb het ze meer meegedeeld. Dat ik stopte met mijn studie en dat ik ging fietsen. Ik verhuisde naar Zuid-Limburg. En ineens hoefde ik alleen nog maar te fietsen. En dan zou je denken, goh Karsten, dat voel je vast wel fijn na al die tropenjaren. Dat je alleen nog maar hoefde te fietsen. Maar eerlijk gezegd, ik wist niet wat ik met mijn tijd moest doen. Ik verveelde me. Want hoe lang kan je fietsen op een dag? 5, 6, 7 uur? En ik had een wijze les van Joop Zoetemelk had ik in mijn oren geknoopt. En die had gezegd, de Tour win je op bed. Dus ik ging 5, 6, 7 uur trainen en daarna ging ik op bed liggen. En als ik op bed lag, dan verveelde ik me. En als ik me verveelde, begon ik te malen, ik begon na te denken. En er was altijd die kans op een paniekaanval. En dat wilde ik niet. Dus ik bleef altijd op zoek gaan naar reuring. Als er maar iets gebeurde, als er maar mensen om me heen waren. Als er mijn uitdagingen waren. Ik keek uit naar de trainingskampen, naar de wedstrijden. Ik bleef overal mijn grenzen opzoeken, ook buiten de sport. Daar ging ik heel ver in. Dus heb ik ooit een keer 12 amalgaan vullingen laten vervangen door witte. De tandarts is een hele morgen aan het boren geweest, zonder verdoving. Volstrekt zinloos, maar ik vond het schitterend. Ik vond het een mooie uitdaging. In 2010 kwam ik zwaar ten val in de Waalse Pijl. Ik viel met 70 km per uur met mijn hoofd op de vangrail en brak de volledige rechterkant van mijn gezicht. Ik was even buiten bewustzijn. Toen ik bijkwam, zag ik niks met mijn rechteroog. En er was ontzettend veel bloed. Dat is het dichtst bij de dood dat ik ben geweest in mijn leven. Ik heb een aantal operaties nodig gehad om mijn gezicht te reconstrueren. En bij een van die operaties werd er een aantal plaatjes in mijn gezicht gezet, via mijn mond, om de botten bij elkaar te houden. Ik was op dat moment getrouwd. Ik had 2 kinderen gekregen, Sam en Lene, ze zitten daar, meisjes. En het ging niet goed tussen mij en mijn vrouw. Ik was zo afgehard door wat er in mijn leven was gebeurd, dat ik emotioneel onbereikbaar was geworden. Ik was keihard voor mezelf en voor mijn omgeving. Ik was alleen maar met mezelf bezig. Ik leefde op planeet Kroon en mijn vrouw had het daar ontzettend moeilijk mee. De plaatjes moesten uit mijn gezicht gehaald worden. En ik had de kaakchirurg ervan weten te overtuigen dit niet onder narcose te doen. Maar onder plaatselijke verdoving. Toen ik die beste man vroeg, toen keek hij me niets begrijpend aan. Maar ik zei tegen hem, ik ben beroepswielrenner. Ik wil gewoon die dag daarna, wil ik weer trainen. Dus haal ze er gewoon zomaar uit, dat is geen probleem. En uiteindelijk, een narcose is slecht voor je, je wordt doodgemaakt, je wordt met een paar machines aan de gang gehouden. Dat wil ik niet, doe het gewoon maar zo. Maar de ware reden was,
dat ik wilde kijken of ik het aankon. Ik wilde kijken hoe ver ik mezelf kon pushen. Mevrouw vroeg nog, zal ik meegaan naar het ziekenhuis? Ik zeg, nee, is geen probleem, ik doe het wel alleen. Dus ik reed naar het ziekenhuis, ik ging zitten in de behandelstoel. Rechts van me stond de kaakchirurg, links van me stond best een leuke zuster. Met een stofzuigertje om het bloed op te zuigen. Hij gaf een paar injecties in mijn gezicht. En toen het een beetje werkte, toen knikte hij naar me. Met als teken, ben je er klaar voor? Ik zeg, ja, is goed, kom maar op. Ik opende mijn mond en ik begon te snijden. En ik voelde het warme bloed in mijn keel stromen. Je zuster zette een stofzuigertje aan. De kaakchirurg pakte een schroevendraadje en probeerde de plaatjes los te draaien. Maar het lukte hem niet. Hij pakte een scalpel, ging nog dieper snijden. En toen had ik echt het gevoel dat ik verdronk in mijn eigen bloed. Ik zag inmiddels dat het voorhoofd van de zuster, dat er zweetdruppels begonnen te ontstaan. De kaakchirurg pakte een tang, duwde mijn hoofd tegen die stoel aan en probeerde met die tang die plaatjes eruit te trekken. Dat lukte ook niet. Ik zag de paniek in de ogen van die zuster. En toen dacht ik, oké, Karsten, deze keer ben je te ver gegaan. Dit slaat echt helemaal nergens op. Uiteindelijk kreeg hij de plaatjes er wel uit. Hij naaide het dicht. Ik stond op, bedankte de man vriendelijk, bedankte de zuster vriendelijk. Stapte in de auto en reed naar huis. Ik kwam thuis. Mijn vrouw vroeg hoe het was geweest. Ik zei, prima, was geen probleem. En diezelfde avond ging ik nog trainen op de rollenbank. In 2014 belde mijn moeder. Karsten, je vader ligt op de intensive care in Montenegro. Mijn vader was alleen onderweg op de fiets van Dalen naar Athene. En er was in een onverlichte tunnel aangereden. Ik kreeg het telefoonnummer van mijn moeder. En ik belde dat telefoonnummer. Dat was het telefoonnummer van het ziekenhuis. Niet van zijn mobiele telefoon, want dat heeft mijn vader niet. Lekker handig tegenwoordig. Ik belde het ziekenhuis en uiteindelijk kreeg ik mijn vader aan de lijn. En het enige wat hij wist te melden was dat hij teleurgesteld was dat hij Athene niet had gehaald. Ik zei, nou pa, ik zeg, volgens mij moet je vooral blij zijn dat je nog leeft. Maar in een opwelling zei ik, weet je wat... Als je hiervan herstelt en als ik niet meer fiets, dan gaan we samen terug naar die tunnel en rijden we de laatste 1200 kilometer naar Athene. Aan het einde van het jaar, het is inmiddels oktober 2014, had ik besloten dat ik wilde stoppen met wielrennen. Ik wist dat het de juiste beslissing was. Ik was er klaar mee. Ik was klaar met de constante druk om te presteren, de alomtegenwoordige pijn. De angst om te vallen, de angst om dood te gaan. En ik miste mijn kinderen. Maar ik wist ook dat als ik terug naar huis zou gaan, dat er geen thuis meer zou zijn. Mijn vrouw was er klaar mee en die wilde van me scheiden. Ze was al bezig woonruimte voor zichzelf te zoeken. En ik zat daar in het kleine eenpersoonskamertje in Japan. Op een of andere manier in Japan heb je alleen hele kleine eenpersoonskamertjes. Dat is heel merkwaardig. En ik zat daar na te denken over mijn leven. Ik was 38 jaar. En ik had echt een schitterend leven gehad. Zoveel avonturen meegemaakt. Zoveel mooie dingen meegemaakt. Zoveel mooie mensen ontmoet. Zoveel van de wereld gezien. Zoveel gereisd. Schitterende wedstrijden gewonnen. Een etappe in de Tour de France gewonnen, wie kan dat zeggen? Ook vervelende dingen meegemaakt. Maar goed, is dat het leven niet. Maar ik zat daar op dat kamertje. Ik stelde me de vraag. Is het allemaal waard geweest? En ik wist het niet, ik wist het echt niet. In 2015 belde mijn vader, Piet. Op een of andere manier noemt mijn vader allemaal sinds mijn geboorte Piet. Ik ben hersteld. Jij fietst niet meer. Dus we gaan op reis. Ik kon nu voor het eerst in 20 jaar kon ik doen wat ik wilde. Ik was geen wielrenner meer.
En ik kon me eerlijk gezegd wel wat leukers bedenken dan met mijn vader op vakantie te gaan. Maar goed, belofte maakt schuld. Dus we zijn met z'n tweeën naar Sarajevo gevlogen. En we zijn daar in 9 dagen tijd van Bosnië, Montenegro, Albanië naar Athene gefietst. En als je zo lang bij elkaar op de lip zit, dan ga je elkaar de waarheid zeggen. Zeker als je fysiek uitput. Op een gegeven moment zaten we in Albanië, straatarm land. We reden hoog in de bergen, het regende een beetje en we waren allebei chagrijnig en moe. En we stopten ergens om een bakje koffie te drinken. We sloften naar binnen, ploften neer in een stoel en zaten een tijdje zwijgend tegenover elkaar. En pas toen durfde ik tegen mijn vader te zeggen wat me al mijn leven lang dwars zat. En ik zei tegen hem, ik zeg, pa, ik heb eigenlijk niet zulke goede herinneringen aan mijn kindertijd. Ik heb me eenzaam gevoeld, ongesteund. Jij was er eigenlijk niet, je allemaal om een flikker te geven. En mijn vader antwoordde, ah jongen, dat weet ik toch. En ik zei tegen hem, en hoe zat het dan, die 2 dagen van het Heuvelland? Ik startte daar als een van de favorieten. Ik was zo ontzettend trots op wat ik had bereikt. Jullie waren nu een keer wel komen kijken. Ik kom daar over de finish, ik win. Jullie staan daar en wat doe jij? Je draait je om en je loopt weg. Ja, zei hij maar, ik was zo geëmotioneerd. Ik was zo trots op je. Maar ik wou niet dat je zag dat ik huilde en daarom draaide ik me om en liep ik weg. Mijn vader heeft 1 jaar of 10 geleden de diagnose ADD gekregen. Attention Deficit Disorder. Wat in belangrijke mate verklaart waarom die was zoals die was. Mijn vader die is hier trouwens. En mijn moeder ook, mijn zus ook. Dank jullie wel dat jullie zijn. Hij heeft die diagnose gekregen wat in belangrijke mate verklaart waarom die was zoals die was. Mijn vader die is daarvoor in behandeling gegaan, heeft daar medicatie voor gekregen. En dat heeft hem heel goed geholpen. Heeft hem een prettige mens gemaakt, een makkelijke mens. Tegenwoordig worden kinderen al heel jong gelabeld. ADD, ADHD, autist, borderliner, bipolair. Met bijna iedereen is wel wat mis. En als even kan, wordt gepoogd om met medicatie die kinderen af te vlakken naar de middelmaat. Ik ben heel dankbaar dat ik nooit gediagnosticeerd ben, dat ik nooit medicatie heb gekregen. Dat had bij mij denk ik de scherpe kantjes eraf gehaald. En had ik nooit kunnen bereiken wat ik nu heb bereikt in mijn leven. Ik had nooit de carrière kunnen hebben die ik nu heb gehad in mijn leven. Ik ben nu zonder medicatie toch succesvol geweest in mijn leven. Doordat ik mijn hart heb gevolgd. Heb je contact gehad met je ouders tijdens je monoloog? Ja, ik zag ze zitten. Dus het is best wel een. Het podium is niet heel erg uitgelicht. Dus je kan gewoon zien wie er in de zaal zit. Dus ik zag ze zitten, ja. Wat denk je wat ze ervan vinden? Ja, dat moet je aan hun vragen. Dus, wat denk je? Ze kennen niet het hele verhaal. Dat was denk ik ook wel duidelijk in mijn monoloog. Dat ik toch vond dat ik in mijn leven dingen alleen op moest lossen. En ik denk wel dat het moeilijk voor hen is en confronterend ook. Maar ik ben ze ontzettend dankbaar hoor, voor de opvoeding die ik heb gehad. En no hard feelings. Ik bedoel, het heeft me gemaakt tot de persoon die ik ben. En ik ben een gelukkig mens dus.